Ik vind dat dieren in films mogen meespelen, echte dieren, maar ze moeten wel heel goed begeleid worden. Britt Dekker is hartstikke gek op paarden. Ze rijdt er professionele wedstrijden mee. Wie is dit? Nou, dit is mijn paard George. George was de hoofdrolspeler in mijn film White Star. En ja, ze maakte twee paardenfilms. Silver Star en dus White Star. De films die in ieder geval van mij zijn, vind ik het echt heel belangrijk dat de dieren zich goed voelen. Gaan we naar huis? Als ze goed behandeld worden, dan vind ik het wel oké. Maar als ze slecht behandeld worden, dan echt niet. De kinderen van groep 7 van basisschool Baardwijk in Waalwijk denken verschillend over echte dieren in films. Van mij mag het wel, maar dan wel als ze goed in staat zijn om het te doen. Ik vind het niet eigenlijk zo leuk, want het is zielig voor de dieren. Als het echte dieren in gebruikt worden, dan kunnen er soms ook wel grappige dingen gebeuren. Dan lijkt het ook wat echter. Ik vind het eigenlijk best zielig, want ze kunnen ook doodgaan. Dieren worden veel gebruikt in films en voor series. In Harry Potter bijvoorbeeld. En in de Lord of the Rings films. En bij de opnames van de serie The Rings of Power, gebaseerd op de Lord of the Rings films, ging het vorige week dus mis. Vlak voor een opname. Een paard kreeg een hartstilstand en ging dood. Dierenrechtenorganisatie PETA vindt dat dieren niet meer in films gebruikt mogen worden. Als een paard naar een slagveld moet in Game of Thrones, ja, ik kan daar niet naar kijken, want ik ben daar ook fel op tegen. Heb je zelf wel eens een moment op de filmset meegemaakt waarvan je dacht, oeh, volgens mij moeten we nu even stoppen vanwege het dier? We hadden een brandscène en in plaats van dat we die hele stal dan echt in de fik staken met de paarden in de stal wat zou kunnen, hebben we de brand eigenlijk gefilmd met lichteffecten. Dus dat zijn dingen waar ik heel erg op gelet heb. PETA vindt dat dieren voortaan met CGI nagemaakt moeten worden. Computerbeelden van dieren dus en geen echte meer. Ik denk dat dat iets beter is, zodat de dieren ook niet moe of ziek of dood gaan. Fijner, want dan leven veel meer dieren. Als je echte dieren gebruikt, dan is het net wat echter. Nou, zoals bij Lord of the Rings, daar animeren ze hele steden. Dus dan denk ik, ja, animeer dan ook die dieren. Maar als er goed met de dieren wordt omgegaan, kunnen volgens Britt ook echte dieren in films blijven spelen. Mens en dier vind ik super mooi om samen te werken, maar je moet wel altijd zorgen dat het dier zich goed voelt. Lekker, hè?